Goedenavond, hartelijk welkom bij de oriënterende ronde. We beginnen met agenda punt nummer 1. Uiteraard opening en mededelingen. Zijn er mensen die een mededeling hebben? Niemand. Agenda punt 2 is vaststelling van de agenda. En ik heb begrepen dat wethouder Prinsen daar iets over wil zeggen. Dat klopt, dankjewel voorzitter. Vanmiddag om 3:45 werd ik gebeld door mijn ambtenaar die het punt Bergentheim, bestemmingsplan Bergentheim zeg ik maar even, van die recreatiewoning behandelt. En die twijfelde hevig of de eigenaar van die recreatiewoning, of die wel tijdig bericht had gehad van deze bijeenkomst vanavond. Normaal zit dat in een bepaald systeem en ze waren dat aan het checken. En ze konden niet meer nagaan of de heer Roffel, geloof ik, of die wel was uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Nu zit er in het besluit niet zo gek veel rek meer, maar elke burger heeft gewoon het recht om hier te komen inspreken. Dus mijn voorstel zou zijn aan u, haal het punt van de agenda, dan komt het in de komende keren komt het wel weer terug. Dat zou mijn voorstel zijn, dat ja, dan heb je de, voor onze burger heb je ook een ordentelijke behandeling. Dus dat is even het verhaal, want wij kunnen op dit moment niet checken of de mensen zijn uitgenodigd. En we konden ze ook niet meer bereiken. Dus, ja. Dank u wel. Ik leg dat voor aan de raad. Ik maak gewoon even het rondje. PvdA. Ook akkoord. Ja, voorstel. D66 akkoord, ja, VVD. ChristenUnie, akkoord. Ram. Nou, voortreffelijk signaal vind ik dit. Oké, dank u wel. CDA, akkoord. Dan gaat dit punt naar de volgende oriënterende ronde, of een volgende oriënterende ronde. En verdwijnt het van de vergadering voor vanavond. Dat brengt ons bij agenda punt 3, spreekrecht. Ik heb begrepen dat er één inspreker is en dat is meneer Boertjes. Die wil ik graag uitnodigen om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Ik heb begrepen dat de griffier u heeft verteld dat u 5 minuten heeft. Als u op het knopje wil drukken, dan bent u voor iedereen verstaanbaar. Fijn, dank u wel. Fijn dat we uiteraard van het spreekrecht gebruik mogen maken. Ik sta hier namens de familie Schottert. Die woont op Schutwijk 2 in Delenswaard. Over de bestemmingsplan wat straks voor ligt, Schutwijk en omgeving. De familie Schottert heeft mij gevraagd om hier wat te zeggen, omdat zij nogal behoorlijk teleurgesteld zijn in de gang van zaken. Het belangrijkste is voor hun in eerste instantie wel dat zij als woonobject nu midden in het bedrijventerrein komen te liggen. Het is een soort eiland met binnen allemaal geroezemoe, verkeersbewegingen, geluidsoverlast, noem maar op. En de aanleiding dat wordt versterkt ook, want het is ook mede versterkt door de gang van zaken, ruim 3,5 jaar lang. Eerst er onderhandelingen zijn er gevoerd op initiatief van de gemeente om de woning ook aan te kopen, om het bedrijventerrein te effectueren. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met Weerkamp. Maar dat is naar vragen van ons nooit erkend dat dat zo is. Maar het was wel toevallig, toen het bekend werd dat Weerkamp wegging, dat in één keer de onderhandelingen eenzijdig gewoon werden gestaakt. En dat zit hun erg dwars. En er komt dan bovenop dat ze dan toch gewoon de ontwikkelingen om hun heen gewoon versterken. En zelfs waar Antemar komt, categorie 3 wordt. Natuurlijk wordt in een stuk ook verwezen naar het feit dat het bedrijf met de rug naar de woning zit. Maar u kunt weten dat een loonbedrijf van 's morgens vroeg, 's avonds laat, soms 's nachts doorwerkt, zeker in de hoogtijdagen, ja, als er geoogst moet worden, dat het verkeer altijd doorgaat en die zware tractoren maken ook veel geluid. Dus daar zullen ze ongetwijfeld heel veel overlast van hebben. Nou, en dan de locatie Wolthuis, waar categorie 1 en 2 op komt. Dat ligt pal tegen de villa aan. Dat kan niet anders als daar een bouwblok is waar bijvoorbeeld 1 of meerdere bedrijven gevestigd kunnen worden. Dan gaan zij gewoon in hun gezinsleven erg veel last van krijgen. Dat kan niet anders. Nou, dan praat je over de waarde van de woning. Die zal behoorlijk gaan kelderen. Dat zit er dik in en misschien wel onverkoopbaar. En dat zeg ik als makelaar, dat is heftig als je dat moet zeggen. Want wie wil daar dan wonen? Vooral zo'n mooie, stijlvolle villa. Dat ga je niet zomaar, als je er iets anders kan kopen op een veel mooiere locatie, ga je dat doen. En niet op een bedrijventerrein. Dus kortom, ze zijn met de rug tegen de muur, letterlijk en figuurlijk. De familie weet echt niet meer wat ze nu moeten doen in de toekomst met hun locatie. En
ik vraag uw begrip daarvoor om daar toch goed over na te denken. Van wat je nou met zo'n ontwikkeling van zo'n bedrijventerrein doet. En wat je zo'n gezin ook aandoet. Daar wil ik het eerst bij laten. Er zullen ongetwijfeld vragen zijn. Dus, Zijn er vragen voor meneer Boetjes? Meneer Wild? Ja? Zal ik een vraag mogen stellen? Een ogenblikje, want ik was nog even te inventariseren. Meneer Breukeman wil een vraag stellen. Meneer Wild wil een vraag stellen. Andere mensen nog een vraag? Mevrouw Baarslag? Dan begin ik bij meneer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of de inspreker ook zich bewust van is van het feit dat dit huidige bestemmingsplan met een agrarisch bedrijf, dat daar ook nogal wat mogelijkheden in liggen zonder dat een bestemming gewijzigd wordt. Bent u zich daarvan bewust? Uiteraard. Uiteraard. Maar dan praat je over toch een familiebedrijf in de regel. Natuurlijk zullen er ook tractoren en machines rondrijden. Maar dat is maar één ondernemer en één activiteit. Maar als je daar bedrijven gaat vestigen, dan heb je ook toeleveranciers, afnemers, alles wordt gewoon intensiever. Dat, hoe je bent of keert, ook in, want natuurlijk kun je altijd roepen van ja, er komt wel plantschade, dus die schade wordt wel vergoed. En dan komen die aspecten ook wel aan de orde, natuurlijk wel. En er zal ongetwijfeld plantschade in zitten. Maar dat is altijd nog maar marginaal van wat er natuurlijk in de werkelijkheid, de realiteit gebeurt. Dank u wel, meneer Wilds. Ja, ik wil de inspreker in ieder geval even zeggen dat ik nog een vraag aan de portefeuillehouder zal stellen over de regeling van de plantschade. Ik heb nog wel even een vraag aan u. Er komt er is een recht van overpad. Maar er komt ook een uitrit aan de zuidzijde van het perceel. Wat verwacht u dan nog als meer hinder op de weg waarvoor hij recht van overpad heeft? U bedoelt waarschijnlijk de uitrit richting Pascalstraat? Bedoelt u die? Zuidzijde? Maar dat gaat toch alleen over Antima, begreep ik? Heb ik tenminste uit de stukken begrepen dat alleen Antima uitrit krijgt op Pascalstraat, maar niet de locatie Wolthuis, heb ik begrepen. Ja. Nou brengt u mij een beetje verwarring, maar ik heb begrepen dat de zuidzijde van het perceel, dat daar ook verkeer over kan gaan. Ja, dus welk perceel bedoelt u dan? Nee, vanaf de woning of vanaf het bedrijf is er aan de zuidzijde een weg. En dat betekent dat hij niet over de weg, over de andere weg alle verkeer hoeft te laten gaan. Nee, kijk, als Wolthuis en alles wordt ontsloten via een andere weg. Het is niet voor de woning van de familie Schat het langs. Ja, dan is er niks aan de hand in die zin niet. Voor de ontsluiting niet. Er zal ook overleg moeten worden, want er ligt gewoon een recht van overweg alleen maar ter behoeve. Van het huidige gebruik en niet van zwaarder gebruik. Dus als daar een oplossing wordt bedacht aan de zuidkant, hè, want het komt, de bedoeling is dat er aan de oostkant nog een nieuwe rondweg komt langs het Travo-gebied. Dan, wat ook al natuurlijk al lang vastgesteld is, de plan. Dan is dat natuurlijk een ontlasting aan de voorkant, want dat zal ook moeten. Maar dat neemt niet weg dan natuurlijk het geluid, de overlast en het intensieve gebruik van de bedrijventerreinen dat er gewoon plaatsvindt. Mevrouw Baarslag. Ja, voorzitter. Ik zat er even over na te denken, want u zei van, als ik het goed begrijp, hè, dan zegt u nou, dit is ongeveer het enige huis, woning, die er eigenlijk in een industriegebied komt te liggen. Al ligt en nog meer zal gaan liggen. Dus ja. Enige. U heeft het gehad over. Zijn enige jaren in onderhandeling met de gemeente geweest. Dus kennelijk lag daar toch ook wel het idee van. Dat huis moet maar weggekocht worden. Waarom zijn die onderhandelingen in één keer gestaakt? Ja, dat is ons niet helemaal duidelijk geweest. Er wordt gewoon gezegd. Ja, goed, er wordt natuurlijk wel genoemd. We hebben gezegd van ja, dat zal met Weerkamp te maken hebben. Dat natuurlijk uit die exploitatie. Dat het moeilijk wordt om gelden vrij te maken. Om dat pand aan te kopen. Maar uiteindelijk wordt er wel omheen ontwikkeld. En je laat zo'n gezin zomaar. Voor mij is het ook helemaal niet de manier waarop je onderhandelingen doet met elkaar. Je hebt een intentie om het eens te worden met elkaar. En als je zo in eenzijdig en zeker als overheidsinstantie. Zich zomaar terugtrekt. Zonder daadwerkelijke reden. Ja, dat wordt wel heel lastig. Maar kennelijk had de gemeente er intentie mee om in onderhandeling te gaan. We waren in onderhandeling. Ja. En er werd gestaakt.
Ja, ja oké, okay, maar ik bedoel, ergens ga je om in onderhandeling. Is een doel. Ja, om het eerst te worden. Om... Ja, zo ja, liggen toch? Ja. En dat is dan in één keer weg. U heeft later ook niet meer gevraagd waarom is dit gebeurd? Nou ja, er werd gezegd, ja goed, er zijn andere ontwikkelingen. En we hebben dit moment geen geld vrij om de pand aan te kopen. Ja. Ja. Maar het is mij duidelijk, het gaat om één woning die eigenlijk helemaal in een gebied komt waar industrie gevestigd is. Ja, als je kaartje ziet, kun je zien de gele vlek in dat roze en de paarse gebied, daar gaat het. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boertjes. Ja, dat brengt ons bij agenda punt 4. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Wie kan ik daarover het woord geven? Helemaal niemand. Meneer Wilts? Meneer Wilts. Mevrouw de voorzitter. De fractie van de ChristenUnie acht het te rechtvaardigen dat het bestemmingsplan Rollepaal Oostomgeving Schutwijk Dedensvaart wordt herzien. Meneer Wilts, we hebben het over agenda punt 4. Oh, u zit bij agenda punt 5. Ja, ik zie het. Sorry. Geen vragen over agenda punt 4? Dan stel ik hierbij vast dat het als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering gaat. Ja. Dan komen we nu wel bij agenda punt 5. Ik weet dan alvast dat meneer Wilts iets wil zeggen. Meneer Bak ook. Meneer Rodermond. Meneer Breukelman. Mevrouw Baarslag. Links van mij niet. Mevrouw Baarslag. Nou, voorzitter. Fijn dat ik het mag openen. Ja, ik heb eigenlijk maar één centrale vraag aan de wethouder. Er zijn dus onderhandelingen geweest met als doel het pand te kopen, omdat het dan toch verkeerd komt te liggen, hè, als woning in een industriegebied. Waarom zijn die onderhandelingen gestaakt? Kan de wethouder er iets zinnigs over zeggen? Meneer Breukelman? Ja, dank u wel, voorzitter. Die vraag, daar antwoord ben ik ook benieuwd naar. Wat ik graag ook van de wethouder is... een kleine beschouwing over te willen weten is, in het stuk staat heel nadrukkelijk dat met deze nieuwe bestemming minder overlast wordt verwacht dan huidige mogelijkheden in de huidige planlogische mogelijkheden. Daar zou ik graag eens een korte visie op horen. Daar wil ik eerst bij laten. Dank u wel, meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. We zien dat zaken veranderen in deze gemeente en ontwikkelingen die wij niet tegen willen houden. Echter, er zijn ook inwoners in deze gemeente die gewoon een prettige leefomgeving willen. En die denken, wij wonen hier fijn en ineens verandert mijn hele omgeving door vernieuwde inzichten of vertrek van bedrijven, waardoor nieuwe bedrijven zich vestigen. En ja, die angst en onzekerheid die wordt vaak hier in het huis geadresseerd. En dan heb ik eigenlijk twee vragen over welke lessen kunnen wij nou trekken uit een continue stroom van dit soort signalen van de bevolking. En hoe kunnen wij nou ervoor zorgen dat we zowel de ontwikkelingen faciliteren, maar ook de leefomgeving van deze mensen die naast de ontwikkeling wonen. Hoe kunnen we die leefomgeving nu wat prettig houden? En dat is eigenlijk iets wat ik graag in de breedte van de wethouder zou willen horen. Dank u wel, meneer Bak. We moeten in ieder geval aansluiten bij een aantal vragen die gesteld zijn. Dat gaat met name over hoe dat is verlopen met onderhandelingen. Meer in het verlengde van de heer Breukelman. Ik wil die vraag graag nog wat aanscherpen richting de wethouder. Ten meer omdat het net ook even wat onduidelijkheid was omtrent de ontsluiting van het gehele stuk. Wat zijn de effecten nu na verandering van de ontsluiting? Dus met andere woorden, als we de ontsluiting niet op een andere manier zouden regelen, wat zou dan de belasting van het geluid voor de woning zijn? En wat als we de ontsluiting wel goed regelen? Want dat maakt volgens mij het verschil tussen de huidige situatie en de toekomende situatie. En als we daar wat meer duidelijkheid over kunnen krijgen, is deze vraag wat makkelijker te beantwoorden. Dank u wel. Meneer Wilts. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even aansluiten bij de heer Breukelman over die hinder. Maar ook met name even over die zuidzijde van het perceel en het recht van overpad. Dus ik hoop dat de wethouder daar wat antwoord op kan geven. De fractie van de ChristenUnie vond het wel te rechtvaardigen dat het bestemmingsplan de Rollepaal Oost omgeving Schutwijk Dedensvaart wordt herzien om de bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken. Volgens ons past het wel binnen het plangebied en is het welstandsvrij.
Het is een meer passende locatie voor dit bedrijf en de omvanghinder leek ons niet te vermeerderen. We hebben nog één vraag. Als er sprake is van plantschade, hoe is dat dan precies geregeld? Misschien kan de portefeuillehouder daar een toelichting op geven. Dank u wel. Alle vragen gehoord. Voorzitter, volgens mij is dat een technische vraag die niet hier thuis hoort. Wij zijn het eigenlijk wel met u eens. Ik denk dat meneer Wiltz die aan de wethouder moet stellen, schriftelijk wellicht. Ik had gehoopt dat de wethouder nog iets van kon zeggen. Dat was wel mooi ook op de vraag van de inspreker. We wachten af waar de wethouder mee komt. Voorzitter, dank u wel. In een structuurvisie die wij jaren geleden hebben gemaakt voor en ook door de Raad is vastgelegd voor Dirisvat wat betreft ontwikkelingen, bedrijventreinen, is de locatie zoals wij die noemen, en voor Dirisvat is dat een bekende locatie, dat is de locatie Biewega. Dat zijn de gronden achter de woning Biewega, die hebben we aangekocht voor bedrijventreinen. Dus het grootste gedeelte daarvan, of bijna alles, is verkocht aan Oegema. Daar is een kavel achter overgebleven, waar we het nu over hebben. Daarna zijn er gronden Wolthuis aangekocht om nog uitbreidingsmogelijkheden te houden voor Dirisvat. Daar hebben we ook wel eens wat een totaalvisie op gehad. En er was ook op enig moment hebben we een aanbieding gedaan voor een bedrijf in Dirisvat wat begint met een W en wat nu in Zwolle binnenkort haar poorten opent. En er zat ook een hele ontsluitingsverhaal zat daarbij. In die tijd, dat waren andere tijden dan nu, hebben wij gekeken naar het gebied. En we hebben gekeken als daar woningen blijven, hoe ver zouden we dan met ons bedrijventrein, maar wel het meest uitgebreide bedrijventrein, inclusief alle gronden Woltingen, hoe zouden we dan een woning in kunnen passen. In die situatie zouden we die woning niet in kunnen passen. We zouden dan niet kunnen voldoen aan wet en regelgeving. Maar zoals u weet, gaat Wekamp niet die locatie betrekken en gaan wij voorlopig, en dat is hetzelfde als het punt slot zou ik bijna zeggen, gaan wij op dit moment ook niet die gronden gereed maken voor bedrijventrein. Daar wachten we mee tot er een vraag ligt voor vestiging op die plek. Omdat we met een ondernemer uit Dirisvat bezig zijn voor een verplaatsing, moeten we wel met een ordentelijk bestemmingsplan komen. En dat bestemmingsplan, dat ligt vanavond voor. En dat bestemmingsplan voorziet erin dat het bedrijf kan verplaatsen naar de locatie zoals hier genoemd. Alleen, als je een loonwerker, als je die over de route zoals gememoreerd hier aan de noordzijde laat gaan, dan zou dat veel te veel geluidsoverlast geven. Vandaar dat wij een klein stukje grond hebben gekocht, zodat die ontsloten kan worden op de Pascalstraat. Dus alle loonwerkverkeer moet via de zuidzijde het perceel verlaten. Dat is heel anders dan nu. De agrariër die er zat, deed ook heel veel aan de zuidzijde, maar het was niet verboden. En ik heb er niet staan turven of zo, maar die kon ook met zijn trekker en zijn machines, kon die via de Schutwijk dus voor de woning van degene die een zienswijze heeft ingediend, langs. Dus als je dat in juridische termen bekijkt, als je dat vanuit bestemmingsplanmogelijkheden bekijkt, is de verkeersbeweging trekkerverkeer, is door dit bestemmingsplan aanzienlijk minder. Dat moest ook wel, want anders konden we nooit volgens wet en regelgeving daar een goed woon- en leefklimaat creëren. Dus kortom, het verkeer van de Biewega-locatie, zo noem ik die maar even, het werkverkeer, dat zal gebruik maken van de zuidelijke ontsluiting. Het woonverkeer, een ander bezoek, dat mag gewoon, omdat dat bij recht zo geregeld is, mag gewoon gebruik maken van de erfdienstbaarheid die daar ligt. Hetzelfde geldt ook voor de locatie Wolthuis. Wolthuis heeft daar een agrarisch bedrijf gehad en kon van die weg gebruik maken met zijn agrarisch verkeer, met alle verkeer overigens. Daar maken we nu een bedrijfsbestemming van in de categorie 1-2. Dat is een hele lichte bedrijfsbestemming.
Als je dan kijkt naar de plek, ja, en als u het kaartje nog voor ogen heeft wat we hebben bijgeleverd, de gele plek, en dat is de woonbestemming. Ja, alle afstanden voldoen aan wet en regelgeving qua geluid en qua milieunormering. Bij het bestemmingsplan zoals het er nu ligt, als wij straks de locatie die aan de oostzijde ligt, en dat is de gronde Wolting, als wij die in ontwikkeling gaan nemen, ontstaat er een nieuwe situatie. Afhankelijk van de positionering van bedrijven zullen we moeten kijken of de woning die daar ligt, of die intact kan blijven. Omdat, en dat heeft ook weer te maken met de situatie van 2012 afwaarderen en niet in exploitatie nemen van gronden als je niet de kaststroom op orde krijgt, hebben wij, en ja, dat is vervelend, hebben we onderhandelingen moeten stoppen, omdat we op dit moment gewoon die woning niet nodig hebben. En we zonder het in bezit hebben van die woning gewoon het bedrijventerrein kunnen exploiteren. En volgens de normen zoals we die in dit land moeten hanteren, voldoet het aan afstanden, voldoet het aan wet en regeling. Er zijn meer woningen die gelegen zijn aan randen van industrieterreinen op dit soort afstanden, die wij ook niet aankopen. Maar laat helder zijn, als die locatie Wolting, als die in exploitatie wordt genomen, dan zou het best eens weer een titel kunnen zijn om de onderhandelingen zoals die ooit gevoerd zijn, om die te moeten heropenen. Maar dat is afhankelijk van de situatie van dan. Als ik even samen mag vatten, de situatie voor die woning, die verslechtert niet ten opzichte van de huidige situatie. Ja? Omdat heel veel van dat werkverkeer nu via de achterzijde wordt afgewikkeld. Even kijken of ik dan zo'n beetje alles heb gehad. Ja, volgens mij heb ik het wel gehad. En over planschade mocht ik niks zeggen. Meneer Rodemond wil volgens mij nog wat. Nee, meneer Bak heeft zijn vraag ingetrokken, volgens mij. Is dat niet fijn? Dank u wel, voorzitter. Blijft bij mij toch even de vraag overeind staan dat via een inspreker de indiener van de zienswijze toch een bepaald gevoel heeft geuit. En ik weet dat we dat niet hard kunnen maken via wet en regelgeving, maar toch even de vraag aan u. Hoe kunt u dan ervoor zorgen dat de indiener van de zienswijze met een gerust gevoel naar huis gaat, zodat wij hier een goed gedegen besluit kunnen nemen? Ja, voorzitter, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Want ik ga niet over het gevoel van de indiener. Ik heb me, ja, want er zijn situaties in onze gemeente waarvan je zegt, ja, die woning staat wel erg dicht op een bedrijventerrein. Die situaties hebben we. Maar als het voldoet, en daar moet ik naar handelen, naar wet en regelgeving, afstanden, geluidsnormen, milieunormeringen. Ja, dan ja, is dat toch wel de insteek. Of u moet als raad zeggen, iedereen die een beetje te dicht woont of vervelend woont, dan moet u allemaal aankomen. Nee, dat hoort u mij niet zeggen, maar ik hoor u namelijk wel zeggen, de situatie verbetert. Verslechtert in ieder geval niet. Bestemmingsplan technisch, nee, hè? Ja, exact. Ja, en als u dat wat beter kunt onderbouwen richting de indiener van de zienswijze, mogelijk heeft dat effect op zijn gevoel. Dank u wel. Mevrouw Baarslag. Ja, ik vind het toch bijzonder. Een goed woon- en werkklimaat is belangrijk. We voldoen als gemeente aan de geluids- en regelgeving. En de huidige situatie verandert niet, maar gaat wel een keer veranderen. Want dat is het doel van de gemeente. Niet waar? We willen daar toch wel echt een industrieterrein vestigen. Nou, heel eerlijk. Dan zit daar een woning op een industriegebied. En dat heeft daar moeite mee. De bewoners hebben daar heel veel moeite mee. En ik kan me daar van alles bij voorstellen. Hoe gaat u daar nou mee om? Ja, maar mevrouw Baarslag, die situatie is nu niet zo. We maken nu een deelbestemmingsplan waarin de woning, zoals die er nu ligt, ja, die voldoet aan wet en regelgeving, dat daar gewoond mag worden. En ik heb net ook uitgelegd, als we de gronden Woltingen, als we die in ontwikkeling gaan nemen, ontstaat daar een nieuwe situatie. Of we blijven met het industrieterrein ver weg van die woning, op voldoende afstand. Of we zeggen, nee, we willen alle gronden exporteren en we moeten die woning aankopen en die terugbrengen als bedrijfswoning. Dat is dan de afweging die we dan maken. Dus u neemt nu een voorschot op de toekomst. Ja, en ik weet niet of die toekomst er komt. Als er geen vraag meer is naar bedrijventerrein. Maar die toekomst wist u toen ook niet. Jawel, die toekomst zou zijn, de gronden worden aangekocht, mogelijk voor Weekamp. Dat is ook niet doorgegaan. Dus nee, maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Nee, maar als je een bedrijf als Weekamp binnen de poorten wilt houden, dan moet je wel alle voorbereidingen treffen, ja, die daarvoor nodig zijn. En op het moment dat Weekamp toehapt, moet je niet zeggen van ja, we weten nog niet of het doorgaat. Want we hebben hier nog een obstakel, we hebben daar nog een obstakel, we hebben daar nog een obstakel.
Zo werkt het wel. En dat wij onderhandelingen hebben moeten stoppen, ja, dat zij zo, omdat wij ook te maken kregen met een toch wat teruglopende vraag naar bedrijventerrein. En de opdracht van de raad om niet meer aan te kopen. En de opdracht van de raad, ja, dat je datgene wat je doet, moet je proberen vanuit de kastroom te financieren. Ja? En kijk, dat het gewoon lastig is om onderhandelingen te stoppen, dat snap ik wel. Dat vinden wij ook hartstikke vervelend. Ja, we waren ook liever in een andere tijd geweest dat we door hadden kunnen zetten. Ja, maar dat is nu even niet zo. Maar mocht de economie aantrekken in die zin dat er weer meer vraag is naar bedrijventerrein en wij dit nodig hebben, dan zou het al gek zijn als we niet opnieuw met elkaar in gesprek moeten. En dat wil niet zeggen dat we dan tot aankoop overgaan. Je kan hem ook helemaal zo inplannen. Ja, dat voldoende borging geeft, zoals we dat nu ook hebben gedaan, voor een goede leven- en woonomgeving. Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Deze kant. Ik was even op zoek naar u. U mag een aanvullende vraag stellen. Dank u wel. De wethouder legt nu uitvoerig uit waarom die onderhandelingen gestopt zijn. Is dat ook met de betreffende potentiële verkopers, laat ik het zo maar noemen, ook kortgesloten? Dus met name een beetje dat gevoel wat ook naar voren kwam, om dat gewoon op voorhand weg te kunnen nemen van ja, wij moeten stoppen vanwege dat en dat en we willen stoppen om die en die redenen. Is dat gecommuniceerd? Ja, dat is ambtelijk gecommuniceerd. Ik ben daar als bestuurder niet geweest. Meneer Wilts? Toch nog even een aanvullende vraag graag, voorzitter. In het besluit staat dat er geen exploitatieplan vast te stellen is, omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. Zou de wethouder nog kunnen uitleggen wat dat anderszins verzekerd is betekent? Ja, om maar even bij technische vragen te blijven. U was me weer voor, meneer Breukeman. Ik vind het prima als de wethouder deze wil beantwoorden. Even, voor wat betreft de andere vraag kan ik meneer Wilts wel zeggen dat die is genoteerd en sowieso schriftelijk wordt beantwoord. Ja, dat kost ook wel heel veel tijd trouwens. Maar eventjes, anderszins verrekend, dat kan zijn dat de, ik ken deze niet uit mijn hoofd, maar dat kan zijn dat de bestemmingsplanwijziging betaald wordt door de initiatiefnemer. Het kan ook zijn dat in de prijs van verkoop, dat daarin de planvoorbereiding en de plankosten meegerekend zijn. Dat kan. Dus dan hoef je niet apart een exploitatieovereenkomst te zetten. Maar dit soort opmerkingen zult u vaker zien. Ja, en vaak is het zo dat gewoon de opdrachtgever de plankosten, de bestemmingsplan en bouwaanvraag is voor het gewoon separaat betaald. Dat daar separate overeenkomsten voor is. En even voor de... Mag het? Planschade. Ik ken hem deze niet zeker, maar ik denk dat de planschade, als de planschade is, gewoon op de exploitatie van dit gebied drukt. Ja? Want vaak is het zo, als wij gronden verkopen, dan zijn wij verantwoordelijk voor de planschade. Dus meestal in de exploitatieopzet meegenomen. Als er een initiatiefnemer is die op eigen grond iets wil, dan krijgt hij een planschadeovereenkomst en is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor de plankosten. Maar ik denk dat wij de plankosten in deze voor ons krijgen. Maar ik zal het definitief in het verslag laten zetten. Ja? Ik denk dat het zo is in deze. Meneer Bak, nog één aanvullende vraag. Meer een suggestie. We hebben vanavond hier vrij veel gesproken over het gevoel van de bewoner. Wellicht een suggestie om toch nog bestuurlijk een keer contact op te nemen met de bewoner om het een en ander uit te leggen. Dat zou wellicht in deze situatie kunnen helpen. Ja, goede suggestie. Graag gedaan. Ja jongens, de tips die vliegen hier over tafel, dat is heel goed. Ik neem aan geen behoefte aan een tweede termijn gezien de aanvullende vragen die er gesteld zijn. Niet. Dan concludeer ik dat dit als hamerstuk naar de raadsvergadering kan. Niet. Bespreekstuk. Bespreekstuk. Heel goed. Agenda punt 6 is komen te vervallen. Dat brengt ons dus nu bij de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niemand. Dan sluit ik bij deze de vergadering en wens u nog een prettige avond.